Nou, we zijn aangekomen bij de Jaarbeurs in Utrecht. Tijd om onze eerste vacature-vlog te starten. Ik heb er heel veel zin in. We zijn bij de Technisch Show. Ik zal het zo laten zien en we gaan de vacature van Area Sales Manager bij Renishaw toelichten. Nou, we gaan naar de stand toe, we gaan mensen spreken en we gaan meer vertellen over de vacature. Zodat uiteindelijk jullie meer inzicht krijgen in die vacature en of het interessant is om daarop te reageren. We gaan eens kijken hoe het er bij de stand staat. Het is een druk bezocht show. Veel mensen lopen al rond en enorm omvangrijk. Het is niet voor niks de grootste show van de komende 2 jaar. Zoals je in de techniek zit, moet je hier wel zijn. Stands van Renishaw is duidelijk aanwezig, is op spot. Wel leuk om even te laten zien. Wij bedrijven in metrologie. Wij vertegenwoordigen de Benelux daarin. Kijk, hoe hoeveel man werken er? In de Benelux 10 mensen en wereldwijd inmiddels bijna 45. Je zit in 33 landen, dus echt wel een wereldspeler. Ja. En nou steken jullie heel veel geld in research en development. Klopt. Waar moet ik dan aan denken? Gemiddeld 18% van onze omzet gaat naar research en development. Oké, van de omzet? Van de omzet, ja. Dus dat maakt jullie een hele innovatieve speler in de markt? Ja, en we hopen daarmee ook de concurrentie voor te blijven in de toekomst. Ja, en nou maken jullie meetasters, jullie hebben 3D-printer, spectroscopie. Je bent goed op de hoogte. Ja, enig voorwerk gedaan. Dan zoeken we een area sales manager. Dan moet die beste man of vrouw gaan doen. Nou, die moet eigenlijk onze full speed in het veld zijn, in de metaalbewerkende, bij onze metaalbewerkende klanten. Ja. Wat hem of haar bezighoudt en hoe wij daar een rol in de rekening kunnen spelen. Oké, dus echt accountmanagement, dicht op de klanten. Ja. Ja, 15 jaar geleden, in 2001, heb ik de vesting opgezet. Zijn we niks begonnen. Met inmiddels aardig uit weten te bouwen. En zit er met een mannetje op 10 zijn we nu bezig. We hebben ambities om te gaan verdubbelen in 5 jaar tijd. Dat zijn ambities die, als je 15% gemiddelde groei pakt, die heel realiseerbaar zijn met onze producten. Dan is dat een groei die ook allemaal autonoom plaatsvindt. Dus als we overnames doen, zijn het heel kleine overnames. Zijn het specifieke technologische bedrijfjes die meestal regionaal werken. Waar wij als internationaal opererend engineeringbedrijf juist heel veel kunnen toevoegen aan engineeringkracht. Aan productiekracht en aan commerciële kracht wereldwijd. Ja. Dus de Renishaw is altijd gekenmerkt op deze autonome groei. De meeste zitten er al lang bij. Mark heb jij zojuist geïnterviewd. Nou, je zit er al meer dan 10 jaar bij, 12 jaar meen ik zelfs al. Ik vind de tijd telkens bijna kwijtraken. Dus René, die zit in Encoders, die is trouwens even een paar jaar een uitstap gemaakt. Die is weer na 3 jaar. Terugkomen, mag ik alsjeblieft weer terug in het team? Nou, met groot plezier, want het is een vreselijk leuke vent en enorm kundig. Dus typisch ook wel iets wat je binnen Renishaw ziet. Veel samenwerking, veel onderling elkaar ondersteunen, kennis, uitwisseling. En wat we in Engeland ook zeker merken is dat de retentie, dus wat je aan mensen ziet, blijven er lang bij, zijn er lang bij. Je ziet ook best wel dat vaders en moeders, zonen en dochters er werken. Dat heeft heel veel aspecten van een familiebedrijf. Ook de, ik noem een beetje de warme samenwerking die je hebt onderling als collega's. En dat hebben we binnen ons team, maar dat hebben we ook binnen de verschillende vestigingen. Met Frankrijk, Duitsland en Engeland hebben we heel goede contacten mee, ook met Zweden en met Spanje. En dan merk je eenzelfde soort mentaliteit van een Renishaw mens open. Zie je ook daar weer terugkomen, ondanks dat daar cultuurverschillen in zitten. Ja, dus lang blijven en ook commitment naar elkaar toe is wel echt de Renishaw DNA. Dus. Absoluut. De reden dat ik ben gaan werken is dat ik een uitdaging zocht in de techniek, in high tech. En mijn ambities, zelf heb ik zo'n ambities om juist
een technisch bedrijf op te zetten, commercieel technisch bezig te zijn, met name in de Benelux, maar ook wel internationaal georiënteerd te zijn. En die kans kreeg ik door het op te zetten van de vestiging als general manager. We zoeken iemand met een mbo of hbo opleiding in een technische richting met commerciële affiniteit of, net andersom, in een commerciële richting met technische affiniteit. Wel iemand met minimaal 8 jaar ervaring in de metaalindustrie of aanverwante branches en iemand die kennis en ervaring heeft over spanende processen. Verder is het belangrijk dat je je talen beheerst. Nederlands en Engels zijn in deze internationale omgeving erg belangrijk.